Het zijn meisjes die in uniform marcheren tijdens carnavalsfeesten. Inderdaad, dan hebben we het over dansmariekes. In januari hadden ze in Schaik hun eigen dansfestival. Het was een middag vol met show en spektakel, geschikt voor het hele gezin. De eerste keer, ja, eerste keer in het Moesland dat we een dansfestijn organiseren. En laat ik even benadrukken, festijn, want voor ons is alles nieuw. Dit organiseren is ook nieuw en daarom hebben we het ook even festijn genoemd en vooral even geen wedstrijd. Ja, natuurlijk gaan we positieve kritiek geven, zo gaan we dat doen. En dat gaan een aantal mensen voor jullie doen. En dat gaan onder andere onze eigen prins Bart gaat dat doen. Die gaat straks achter de jurytafel plaatsnemen. Maar ook deze twee kanjers, Maggie en Ellie van Maarsen. Nou, ik denk dat het langzaam tijd is dat we maar eens echt gaan beginnen. Want er staat heel erg stil hier op het podium. En we willen vooral veel beweging op dit podium zien. En dat is de gardedans. Vanaf 12 jaar zijn deze van carnavalsvereniging Zandkruijers. Dus wil ik graag een applaus voor de minioren van CV De Dijkvelders. Van Stichting Carnaval de Moeslanden, de Huppepupkes met hun gardedans. We staan hier in Phoenix in Schaik bij het eerste dansfestival in het Moesland. En naast me, voor me, staat een van de organisatoren, Wouter Spijkers. Wouter, hoe zijn jullie op het idee gekomen? Een jaar of 4, 5 geleden ben ik verantwoordelijk geworden voor de dansgarde vanuit het protocol. En de dansgarde was een groep meiden die eigenlijk nog een paar uitdagingen zochten. Dus en als zodanig heb ik gedacht van ik moet die dansgarde belangrijk maken. En dit is eigenlijk een van de dingen die daaruit voortgekomen zijn, want ik wil een positief podium geven om de dansgarde dus belangrijk te maken. Dat de meiden zeggen van daar willen we graag bij horen en ja, dit is dan dus daarvan het uitwas. Het is een dansfestival, geen danstoernooi hè, wedstrijd. Klopt, een danswedstrijd moet je voldoen aan vaste regels en omdat het ons eerste jaar is, kennen we de regels nog niet zo goed uit ons hoofd. Dus het is eigenlijk een soort try-out. We zijn al wel benaderd door een organisatie die het landelijk organiseert en regelt. En ik heb het nog even afgehouden. Ik wil toch een jaar of 2, 3 proberen. En dan denk ik erover om ook landelijk mee te gaan doen. Dus het krijgt al een vervolg? Absoluut. Het is een goed succes. Het is boven verwachting. Dus het krijgt zeker zijn vervolg. Er zijn verschillende groepen. Ik heb begrepen plus 12 en min 12. Wat is het verschil? Klopt, we hebben de dansgroepen van boven 12 en beneden 12. Ze doen allebei een garde en een showdans.
En daarop worden ze ook beoordeeld. Ze krijgen allemaal een medaille. De nummers 1, 2 en 3 die zijn er wel. Maar voornamelijk is het dat ze een positieve beoordeling krijgen van de jury. Een positieve feedback waar de meiden ook wat mee kunnen. Waar ze nog de rijen kunnen verbeteren. Zodat ze ook volgend jaar weer nog beter dan dit jaar aan de start kunnen staan. Je sprak al over de jury. Waaruit bestaat de jury? De jury bestaat uit de coryfee Maggie. Dat is een autoriteit op het dansgebied in Schaik. En we hebben ook Ellie. Die is, waar ze precies vandaan komt weet ik niet, maar ze had anderhalf uur in de auto gezeten. Dus ze komt van ver. En ze heeft heel veel verstand van dansen. En onze eigen prins, die is ook bij de jury. Maar ik begrijp van jou ook dat eigenlijk het meedoen is veel belangrijker dan de prijs eigenlijk. Het podium wat we bieden, dat is het belangrijkste. Dat meiden hier een soort van competitieve strijd met elkaar hebben. En dat ze een behoorlijk podium krijgen om te mogen dansen met een hoop publiek. En echt specifiek alleen voor de dansgalers. Ik zag vandaag al 12 verschillende groepen. Maar dat zijn er volgend jaar weer meer natuurlijk. Laat het hopen. Het is wat ik al zeg, het is een groot succes. Dus ik mag hopen dat het zich rondvertelt. En dat we volgend jaar nog meer groepen mogen welkomen hier. Daar gaan we zeker voor zorgen. Hey, bedankt voor het interview, Alder. Dankjewel. De nummer 3 bij de junioren is geworden de Kenenstreupers. Eerste geworden op het eerste dansfestijn in het Moesland zijn de Zandkruiers. En dat wil zeggen dat de nummer 2 is geworden onze dansgarde van het Moesland. Gefeliciteerd. De dames hebben een onderscheiding ontvangen en dan ga ik over naar de showdans van de junioren. Nummer 1 bij de showdans bij de junioren zijn geworden Stichting Carnaval de Moeslanden, de Landsgarde. En dat wil zeggen dat natuurlijk een zeer verdiende en een fantastische nummer 2. Want het maakt niet uit of je nou 3, 2 of 1 bent geworden. En ik kan dat heel makkelijk zeggen, want ik word niet 3, 2 of 1. Maar het is echt fantastisch. Belangrijk is, en het is heel cliché, meedoen is belangrijker dan winnen. Maar het is echt fantastisch wat deze meiden hier op het podium gezet hebben. Nummer 2. Bij de showdans van de junioren een net zo groot en verdiend applaus voor jullie, de Kenenstreupers. Feitelijk, dames en heren, is dit al een applaus waard, want dit heeft jullie vermaakt. Echt, de junioren, een fantastisch groot applaus. Geweldig gedaan. En dan beginnen we bij de uitslag van de gardedans. De gardedans bij de minioren. De nummer 1 van de gardedans bij de minioren zijn geworden de Raapsteeltjes. Hartelijk gefeliciteerd. Dames en heren, de nummer 1 bij de showdans van de minioren zijn geworden de Huppelpupkes. En natuurlijk een fantastisch groot applaus voor de nummers 2 en die hebben dat ook zeker verdiend.
in een geweldige, en ik smolt daar persoonlijk helemaal bij weg, in een prinsessenjurkje. Ze zagen er fantastisch uit. Het nuchtere kalf, Prinsessia. Meiden, van harte gefeliciteerd met jullie tweede prijs. Ik sta hier tussen jullie in en ik ben super trots, echt waar. Ik niet alleen, maar ook het hele publiek is super trots op jullie. Of je nou tiende of eerste geworden bent, jullie hebben je eigen ingezet om ons te vermaken. En dat is jullie allemaal geweldig gelukt. Mag ik onder een groot applaus en een afmars, en dan gaan het publiek allemaal staan voor jullie. Let maar eens op. Gedaan, want er is niks zo leuk als mensen een plezier bezorgen. En dat hebben wij vanmiddag weer kunnen doen. Met een nieuw, echt een nieuw fenomeen wat in het Moesland blijft staan, wat mij betreft, op de kaart. Het dansfestival.